Wassim Essanoussi, nieuwe aanwinst van Helmond Sport. Hoe voelt het om terug te zijn bij Helmond Sport? Ja, tuurlijk. Het voelt zeer goed. Ik ben gewoon in mijn eigen stad. Als een kleine jongetje hier altijd gewoond. Ik heb hier gespeeld. Dus het voelt weer fijn om gewoon in mijn eigen stad terug te zijn. Wat zijn jouw ambities hier? Nou, om te beginnen sowieso. Het is de club waar ik geboren ben, om zo te zeggen. En het zou mooi zijn als wij gewoon met de club ook stappen kunnen maken. Buiten individueel voor mij wil ik zeker gewoon mijn minuten gaan maken. Wedstrijden, alles gaan spelen. En vanuit daar gewoon verder ontwikkelen. Zoals met mezelf en als de club in het geheel. Ja, voor de mensen die jou nog niet kennen, wat is jouw favoriete positie? Aanvallende middenvelder, om te zeggen op 10 en of rechts hangend aan de buitenkant. Ja, want wat voor type speler ben je? Voor mezelf, ik vergelijk mezelf met Hakim Ziyech, denk ik, en Nabil Fekir. En, zelf hoor ik vaak dat ik wel als Iatare word genoemd, zeg maar. En het is wel mooi als mensen dat zeg maar zeggen, dus... Ja, zoals je net al zei, je bent geboren in Helmond. Wat is de Helmondse mentaliteit op het veld volgens jou? Ik denk de gif, zeg maar. Echt dat je wilt werken, zeg maar, ook gewoon voor je teamgenoten. Ja, dat je gewoon voor elke meter met z'n allen ervoor moet gaan. En ik denk als dat eruit komt met het team, dat we dan gewoon mooie stappen kunnen zetten en dat voetballen daarna ook makkelijker gaat. Ja, in de jeugd ben je een tijdje actief geweest voor Helmond Sport, voordat je de overstap maakte naar VVV Venlo. Waarom heb je gekozen voor een terugkeer naar Helmond Sport? Ik denk dat dit voor mij zeg maar, de beste keuze was. Ik had eigenlijk wel keuze om naar het buitenland te gaan of naar andere ploegen in Nederland. Alleen ik heb realistisch ook gewoon thuis gezeten, goede gesprekken gehad, wat nou echt het beste voor mij is. En ik woon hier ook gewoon 5 minuten vandaan en ik denk dat deze keuze heel, heel belangrijk gaat zijn voor mijn verdere carrière. Ja, bij VVV Venlo heb je vorig seizoen je debuut in de Eredivisie gemaakt tegen Ajax. Hoe was dit voor jou? Ja, goed. Het is wel een droom. De 16 jaar, debuut tegen Ajax. Over de uitslag gaan we niet praten, dat was minder. Maar voor mij was het gewoon toch wel iets wat je nooit meer gaat vergeten, denk ik. Later ben je nog een paar keer ingevallen in de Eredivisie. Wat heb je hiervan geleerd? Ik denk je speelt tegen op een niveau zeg maar, waar het toch wel snel gaat en zo. En als je even niet oplet en zo of niet goed staat, dan kan het gewoon heel snel gaan. En ik denk vooral dat voetbal, ik denk dat het gewoon echt in je hoofd zit. En vanuit daar sterk moet blijven. Een terugkeer naar Helmond Sport betekent voor jou ook het weerzien met je neefje, Tarik Esakati. Hoe is het om hem terug te zien? Ja, goed, dat is mooi. Dat is een neefje van mij. Die doet het heel goed, ook hier in de jeugd. Dus het zou mooi zijn als hij ook snel naar het eerste elftal zou kunnen komen. Dan, het zou heel prachtig zijn. Ben je trots op hem? Ja, zeker. Heel trots. Dit seizoen scoorde je je eerste doelpunt in professionele voetbal. Uitgerekend tegen Helmond Sport in de laatste minuten. Hoe herinner je deze wedstrijd? Ik begon op de bank. Ik kwam erin. Voor mij was maar één optie en ik wilde per se scoren. Toen het gebeurde was ik vooral gewoon heel blij. Niet dat het tegen Helmond was. Het is wel eigenlijk een beetje, om zo te zeggen, heel gek. Tegen je eigen stad, tegen je oude club waar je hebt gespeeld. En vooral was het gewoon de blijdschap voor mezelf dat ik heb kunnen scoren. Dus, Volgend seizoen dan maar scoren tegen VVV? Zou kunnen. 2 keer dan.